was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Mijn vader en zijn vader hadden allebei dezelfde voornaam: Richard. Mijn grootvader, senior, was pas gehuwd toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En mijn grootmoeder was zwanger van mijn vader, hun eerste kind dus. Grootvader was soldaat in het Belgische leger en moest dus vechten in de loopgraven. Ondertussen was mijn grootmoeder in Engeland als vluchteling. Daar is mijn vader, Richard Junior, daar ook geboren. Dat is ook een kleine anekdote rond zijn geboorte. Ik vermoed dat ze daar allemaal de pas bevallen vrouwen in een zaal lagen. En op een bepaald moment duwde men een kind in de armen van mijn grootmoeder. Gevolg: een hel, consternatie. Het was niet haar kind. Gelukkig dat mijn grootmoeder haar spruit zeer goed herkende. Want anders zou ze het kind van iemand anders hebben grootgebracht. En we zijn er zeker van dat het juiste kind was, want mijn vader lijkt zeer goed op zijn moeder. En schijnt dat ik ook zeer goed op mijn grootmoeder lijk. Voor de kazerne, voor den großen Tor, steht eine Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt. Het kind, Richard Junior, dat als vluchteling in Engeland geboren is tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd dan ook tijdens de Tweede Oorlog, bij het uitbreken ervan, opgeroepen om als soldaat te dienen in het Belgische leger. Eigenlijk vind ik het zo schrijnend dat eigenlijk twee generaties na elkaar eigenlijk soldaat waren in het leger. Dat het zo'n korte periode was. Gelukkig eigenlijk voor mijn vader heeft de deelname van het Belgische leger aan de oorlog, aan de Tweede Wereldoorlog, niet zo lang geduurd door de overhaven van het Belgische leger. Kort voor de oorlog uitbrak, moest mijn opa als een legerdienst doen. En eigenlijk, hij was erop uit met zijn eenheid. En eigenlijk, ja, het was juist het moment eigenlijk dat een blitzkrieg plaatsvond, dat een blitzkrieg door België raasde. En eigenlijk de voorbode daarvan waren eigenlijk de vliegtuigen.
En ja, er passeerde eigenlijk een vliegtuig graaglijns boven hem. En mijn opa maakte aanstalten om te schieten, maar eigenlijk zijn overste die verbood hem om te schieten naar dat vliegtuig. Waarom? Weet ik niet. Dat waren de orders blijkbaar. Om ja, niet te vechten of te vuren. Maar mijn opa heeft toch een schot gelost en richting dat vliegtuig. Was ook een van de beste schutters van zijn eenheid. En ja, dat heeft hem wel een beetje zuur opgebroken, maar kom aan, ja, er waren ook geen maatregelen tegen hem getroffen. Ja, enkele dagen later, of de dagen nadien, ik weet niet precies, moest het leger zich overgeven. En eigenlijk de kazerne was al eigenlijk grotendeels verlaten. Nu, mijn opa was er nog in die kazerne en er was nog een kameraad van hem daar ook aanwezig. En ja, er lag er nog allerlei eten ook. En onder andere een grote pot soep. En in die soep zat een paardenkop. En die kameraad van mijn opa en mijn opa, die hadden nog wat van gegeten, van die soep. En mijn opa had ook wat blikken meegedaan. Wat voorraad, ja, omdat de kazerne toch verlaten werd. En in korte tijd ging geconfiskeerd worden door de Duitsers. En mijn opa was op weg naar het station. En toen dat hij daar aankwam, zag hij al de Duitse troepen marcheren. Dus die waren al geland in Oostende. En hij heeft die blikken dan eigenlijk ergens verstopt onder in een treinwagon, onder de zetel. Nu ja, hij is daar vanaf... hij is daar goed vanaf gekomen eigenlijk. Van diefstal van de Duitsers, dat werd zelfs bestraft met een kogel. Maar mijn opa heeft altijd veel kans gehad. En ja, korte tijd later moesten de Belgische soldaten eigenlijk zich overgeven en zich melden bij de Duitser. Velen waren dan ook verplicht te werk gesteld in Duitsland, zij in fabrieken. Maar mijn opa wilde dat niet. Mijn opa was ook gesteld op zijn vrijheid en zijn onafhankelijkheid. Hij had het geluk dat hij een kameraad had, iemand uit de buiten. En die mens kon een woordje Duits. En die had er niet beter op gevonden om op een goed blaadje te kunnen komen bij een Duitse officier. Om toch maar te vragen van kijk, mogen wij ons meehelpen? Ik kan paard rijden en mijn kameraden ook. Om dus alle paarden van het Belgisch leger en van de boeren die werden opgevorderd door de Duitsers naar Duitsland te brengen. En oké, ja, dankzij de bemiddelingen van die kameraad kreeg ze die taak om die paarden eigenlijk naar Duitsland te brengen. Dat was een reis die enkele dagen in beslag nam. En ze moesten overnachten in een boerderij. Mijn opa koos er niet voor om bij zijn kameraden te slapen. En waarschijnlijk in de gooischuur, maar je had hem ergens anders te slapen gelegd. En eigenlijk, ja, 's morgens vroeg, we moesten ze al vroeg vertrekken, maar mijn opa had hem ergens verschanst waarschijnlijk in die boerderij. En eigenlijk, dus die kolonne is voortgetrokken zonder hem. En hij heeft me altijd, hij heeft me ook laten ontvallen dat er ook een paar andere kameraden door de mazen van het net aan kunnen kruipen. En hij kon er de straat van kunnen ontlopen. En zo is hij eigenlijk hier in België kunnen blijven. Hij heeft dan ook gewoon zijn werk hervat als schipsbouwer. Maar ja, dat er niet veel werk was in die periode. Er moest bespaard worden.
sommige dingen waren er ook niet meer gelijk of dat ze er moesten zijn. Koffie bijvoorbeeld, dat werd dan heel snel ersatskaffie. Dat was iets dat de Duitsers ook vooral geïntroduceerd hadden eigenlijk. Dat was granenkoffie, gebrande granen eigenlijk. Theezakjes werden niet één keer gebruikt, maar vaak 2 tot 3 keer. Hij overleefde ook op water, warm water met suiker. Dat was voedzaam voor hem. Maar toen kwam er wel een kentrekking voor de kustbewoners, want er was plots, omdat de visserij stil lag, want er mocht niet gevaren worden. Er was ook echt een beperking op welke boten dat er trouwens mochten gebouwd worden, want als ze te lang waren, zouden ze kunnen afweerschut installeren, en dat wilden de Duitsers niet. Maar door het feit dat die visserij stil lag, hè, want het kanaal werd gecontroleerd ook door de Duitsers, de U-boten onder andere, was er plots een overvloed aan haring. En er was echt zodanig veel haring dat de Duitsers toestemming gegeven hadden dat er schepen werden gebouwd. En opa mocht blijven waar dat hij was, want hij was een scheepsbouwer, hij was bruikbaar. Hij moest niet gaan werken in Duitsland. Dat is eigenlijk wel een stukje zijn redding geweest. En toen is eigenlijk echt, ik weet niet hoeveel schepen gebouwd, allemaal korte schepen, ik geloof maximum 7 meter of zo. Maar heel veel schepen eigenlijk, om echt die haring binnen te gaan halen. En opa werd vaak door de vissers ook betaald in haring. En hij zei dat hij zodanig veel haring had, dat het vet aan zijn boriën uitkwam. Maar dat had hem eigenlijk echt enorm gevoed, dat gaf hem echt de vetten en de voedingsstoffen dat hij nodig had. En voor heel veel kustbewoners is de haring ook echt wel de redding geweest eigenlijk. Die heeft echt gezorgd dat er meer dan voldoende voedsel was eigenlijk. De haring werd ook naar binnenland gebracht om dan te verhandelen tegen groenten. Heel vaak gebeurde dat via de zwarte markt. Want de Duitsers probeerden alles te controleren met bommen en toestanden eigenlijk. Maar dus qua voedsel, ja, haring, dat was eigenlijk het woord voor voedsel in Wereldoorlog 2, voor zeker en vooral de kustbewoners. Er werden ook veel met de voeten van de Duitsers gerammeld, alhoewel dan de Duitsers ook niet achterlijk waren. En dikwijls hadden mensen veel geluk, maar soms werden er ook mensen gewoon gefusilleerd. Kregen ze de kool omdat ze staan van de Duitsers. Of om gelijk of voor een ook, omdat ze in het verzet zaten. Zo weet ik ook nog dat mijn opa een verhaal vertelde, dat hij op café zat. En er was daar een jonge knul die wat loslippig was, die ermee stoefde, dat hij eigenlijk in het verzet zat. En mijn opa zei nog bij zichzelf van kijk, je zou beter zwijgen, want dan kan je nog zuur opbrengen. En inderdaad, een aantal dagen later was hij ineens verdwenen. Waarschijnlijk heeft hij de kogel gekregen door de Duits, of is hij naar Duitsland gestuurd en niet meer gekeerd. Ze hebben nooit meer iets vernomen ook van die gast. Mijn opa, hij was een van de weinigen, omdat hij ook een bedrijf had, die een voertuig had. Hij had een kleine vrachtwagen. En dus alle vrachtwagens, alle voertuigen werden eigenlijk opgevorderd door de Duitsers. Zo ook moest mijn opa eigenlijk grind en steen en cement leveren voor bunkers te bouwen. Maar mijn opa die had het ook niet zo voor de Duitsers. En die heeft er ook een beetje in gefoefeld. En eigenlijk is het nu de helft of is het een derde heeft hij gebruikt voor zijn werf, voor zijn scheepswerf, voor wat putten op te vullen. En eigenlijk is er daar een deel blijven aan. En er werd redelijk veel gedaan bij de lokale bewoners. En gelukkig kwam de mest daarmee weg. Maar eigenlijk daardoor waren vele bunkers van minder kwaliteit, omdat er ergens de samenstelling was niet goed genoeg, omdat er te weinig zand was of te veel en te weinig cement. Dat doet er niet toe, maar kom. De Duitsers hadden veel genomen van de mensen, dus ja. Het is ook maar goed dat mensen ook iets terug konden stelen van de Duitsers. Tijdens de oorlog had je ook het verzet. Er zijn heel wat brigades geweest, onder andere de bekendste, de Witte Brigade.
ook wel ook regelmatig de vraag gekregen om zich bij een van die verzetsgroepen aan te sluiten. En dat een paar keer willen doen, maar iedere keer stonden ze daar klaar van oké, de naam noteren op een lijst, dat ze wisten wie dat er bij hen hoorde. Maar vanaf dat ze daarmee afkwamen, zei opa, nee, dat is te gevaarlijk, dat wil ik niet. En je had eigenlijk nooit officieel bij een verzetsbeweging gezeten. Waar je zag echt dat als er één van die groep werd opgepakt, dat alle anderen werden verraden. Heel vaak werden ze terechtgesteld of gedeporteerd. Het verzet dat was ook iets gevaarlijk, want heel vaak werden er door de acties van het verzet represailles genoemd door de Duitsers. En werden er willekeurig mensen geëxecuteerd om te boeten eigenlijk voor wat dat het verzet had gedaan. Het is heel moeilijk om, en dat vond hij zelf ook, om hij wou niet negatief zijn over het verzet, maar het was ook heel moeilijk om er positief over te zijn, omdat het altijd zo'n dubbel gevoel gaf. Het was goed dat er verzet was en dat er sabotages gebeurden, maar toch zag je dat het altijd heel riskant was, dat er echt ook burgerslachtoffers bij vielen. Een van de dingen dat opa wel deed, was 's nachts eigenlijk zich gaan verkleden, helemaal in zwart. En ging dan overal op de muur in teer. Hij weet, teer, dat was zo makkelijk niet af. Ging hij overal op de muur een grote V's gaan schrijven. Ik geloof dat ik me nog goed herinner dat hij ook vertelde dat hij af en toe wat treinstellen saboteerde eigenlijk. Maar hij deed dat allemaal alleen. En zo is het eigenlijk ook nooit gepakt geweest. Een heel pittig detail dat hij vertelde, is dat op het einde van de oorlog, bevrijding was juist geweest, kreeg hij van iemand een boek in handen gestopt. Dat was juist op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat was nog niet gedaan. Hij kreeg een groot boek in handen geduwd van iemand van het verzet. En daarin stonden de namen van iedereen die met de Duitsers had gewild. Echte collaborateurs eigenlijk. Met de vraag van, zorg daar goed voor en als de oorlog gedaan is, zorg dat dat in de juiste handen komt, dat die collaborateurs, die verraders gestraft worden. En toen dat de bevrijding gebeurd was, is hij daarmee naar een zekere commissaris gestapt. Hij heeft dat boek overhandigd aan de commissaris met de boodschap van kijk, voilà. Dat zijn lijsten die het verzet had samengesteld van bekende collaborateurs. En hij heeft dat vertrouwd en losgelaten. En, wat dat heel interessant was, was dat die betreffende commissaris enige tijd later echt wel behoorlijk rijk werd, een gigantisch huis kon bouwen. En het vermoeden van opa is dat die betreffende commissaris eigenlijk inderdaad de desbetreffende collaborateurs heeft gecontacteerd. En naar alle waarschijnlijkheid heeft afgeperst en zichzelf zo heeft verrijkt. En dat is altijd iets dat zelfs jaren later een enorme bitterheid in opa teweegbracht. Ja, dat was niet gemakkelijk eigenlijk. Tijdens de oorlog werd er ook gebombardeerd. En dat waren vaak geallieerden die bombardeerden ook, die Oostenden gebombardeerd hadden. En opa sliep heel vaak op de scheepswerf.
De scheepswerf was toen waar dan nu het stadhuis staat van de Stellen. En ja, opa wou nooit weg van zijn werk. Hij was altijd te veel aan het werken. En hij wou er altijd zijn. Hij wou ook zorgen dat er niks gestolen werd. En op een bepaald moment was er echt, werd er weer gebombardeerd. En dat is kettingboom. Kettingboom, dat is boom, boom. En iedere keer zat er tijd tussen. En we hebben er ergens nog foto's van. En je zag echt dat van de ene kant van het gebouw waar opa sliep, was er een grote krater. En aan de andere kant, juist naast zijn kamer, juist echt naast zijn kamer, ook een hele krater. En je ziet echt dat de shrapnel, de stukken van de bomscherven, echt in de muur gedrongen zijn eigenlijk. Als er een bom, denk ik, een meter dichter was gevallen, was het gebouw waar opa in zat ontploft. En sowieso, een scheepsbouwerij, daar staat altijd heel veel brandstof en olie en dat is een ravage geweest eigenlijk. Maar opa is toen eigenlijk echt ter nauwe nood aan de dood ontsnapt. Nu, opa dat was voor zijn tijd een grote blonde man met blauwe ogen. En als hij uitging, was hij meestal ook deftig gekleed. Een lange jas en een duikhoed. In heel veel cafés waren de Duitse soldaten en zelfs de Duitse officieren bang voor hem. Want ze dachten eigenlijk dat hij van de Gestapo was. En zo kon eigenlijk opa in cafés binnenkomen. Omdat de gewone Oostendenaar zeker niet moest aan denken van binnen te komen eigenlijk. En dat gaf hem wel een zekere... Ja, zeker vrij geleid om overal te gaan staan en gaan wat hij wou. Nu, op een van die momenten wandelt hij voorbij in een café. En uit dat café worden er plots een stuk of 4, 5 Duitse soldaten naar buiten gestampt. Die blijkbaar voor de Duitse officieren die hinder in dat café zaten net iets te veel lawaai aan het maken waren. En ze hadden de Duitse soldaten buiten gegooid. En ja, die soldaten waren niet wel gezind. En wat doen ze? Ze zijn opa en ja, ze willen eraf reageren en ze beginnen een vechtpartij. En, nu wat je moet weten, naast het feit dat opa, hij was een turner, hij wist ook wel wat van worstelen af. Hij kon behoorlijk wat rake klappen uitdelen. Hij was ook een smid. De naam van een smid, dat wil je zeker niet gevoeld hebben. En maar een van de grote nadelen voor de Duitse soldaat was het feit dat hun laarzen eigenlijk van onder met ijzers worden beslagen. Die ijzers dat maakten een enorm indrukwekkend geluid als ze voorbij marcheerden. Maar op kasseisteen zorgt dat hij eigenlijk heel zwak zit. En opa vertelde dat die Duitsers eigenlijk zo makkelijk te vloeren waren van het moment dat ze hun been de lucht in zwoegden voor te schokken. Hij pakte hun been en hij trok ze van onder hun lichaam, want ja, met die ijzers dat was glad. En die lagen er heel snel op de grond eigenlijk. En, nu, opa was sterk, maar hij was natuurlijk geen superman. 5-1, dat ging niet. Maar plots is er dat er nog een ander Oostendenaar bijgekomen ook. En eigenlijk zijn ze samen, werden er 2, had toch zeker een stuk of 5 Duitse soldaten vakkundig verbouwd eigenlijk op Oostende, op Oostendse wijze, gaan we maar zeggen, ingemaakt. En ze zijn er natuurlijk gevlucht, want... Dus een soldaten slaan, dat doe je niet zomaar ongestraft. Dus ook trouwens na de oorlog, toen dat de bevrijding had plaatsgevonden, had opa nog gevochten met Britse soldaten. Opa, je moet weten, dat was een gentleman. En hij kwam in dat café binnen en hij zag dat de Engelse soldaten Oostendse meisjes aan het lastigvallen waren. En, ja, als er nu één iets is waar opa het heel moeilijk mee had, is als de vrouwen werden lastiggevallen, dat doe je niet. En opa maande die Britse soldaten van jongens, hè, een beetje gentle zitten, een beetje manieren houden. Blijkbaar vonden die Engelse soldaten dat niet tof. Het gevolg was dat opa een paar Engelse soldaten wederom vakkundig bijgewerkt heeft. En hij is dan ook weer moeten weglopen, want... Ook de bevrijders vonden dat niet leuk als ze in elkaar getimmerd werden. Maar ja, zo was opa nu eenmaal.
het probleem, of opa getraumatiseerd was door de oorlog, dat is eigenlijk een heel moeilijke vraag. Ik durf te zeggen van ja, alleen al om het feit dat hij over heel veel zaken niet sprak. Hij kon heel gemakkelijk over feiten spreken, maar hij sprak zelden of nooit over zijn gevoelens dat hij daarbij had, dingen dat hij meegemaakt had. Hij had bijvoorbeeld een Joods vriendinnetje, dat is plots verdwenen bij het begin van de oorlog. Hij vertaalde me nog ook dat hij, just in het begin van de oorlog, op een bank een orthodoxe Jood zag zitten en hij is dan die Jood toegestapt van vlucht, vlucht, nu dat je nog kan. En die Jood had gezegd van nee, het zal allemaal zijn vaart wel niet lopen. Maar ook die Jood is op een dag verdwenen eigenlijk. Dat is iets dat hem toch wel altijd een stukje, als hij daarover sprak, dat deed wel iets met hem eigenlijk. En een van de dingen dat ik echt bij hem het meeste emotie heb gezien, dat hij erover sprak, was eigenlijk bij de bevrijding. De bevrijding was nog niet effectief plaatsgevonden, er waren nog geen geallieerde troepen in Oostende, maar de Duitsers waren wel al gevlucht. Je zag dat de lokale bevolking zich keerde tegen iedereen die met de Duitsers had geruild. En op een bepaald moment, de Mercatordok dat we nu kennen, dat was vroeger een jachthaven, dat was vroeger een visserijhaven. Op een bepaald moment zag hij hoe dat een menigte eigenlijk een collaborateur in het water smeet. En iedere keer als die man probeerde naar boven te komen en aan wal te klimmen, stapte ze op hem. Ook wat eigenlijk met lege ogen toekijken hoe dat die man eigenlijk verdronken is. En hij zei van ja, oké, ze zijn met de Duitsers gehuld en sommige van hen hebben echt landgenoten verhaal. Maar voor op zo'n manier te gaan sterven, ik weet dat hij echt zo een idee daar had van zijn we dan echt wel beter dan de Duitsers, dat we zo'n ding doen. Een van de andere dingen dat hij dan ook zag, was dat de meisjes die gevrijd hadden en aangehouden hadden met de Duitse soldaten, de Duitse officieren, die werden allemaal verzameld en die waren allemaal kaal geschoren. En die waren echt ook openlijk tentoongesteld. Die werden vaak rondgereden om aan iedereen te laten zien van kijk, dat zijn de Duitse hoeren, dat zijn de vrouwen die zich ingelaten met de Duitsers. En ook was hij altijd van ja, oké. Maar heel veel van die vrouwen deden dat enkel ook maar om rond te kunnen komen, om zelf eten te kunnen hebben voor zichzelf. Sommigen hadden kinderen. Op die manier konden ze de kinderen eten geven. En iedereen heeft wel een hekel aan verraders en aan mensen die met de vijand gehuld. Maar zegt hij, bij heel veel van hen was het echt een overlevingsinstinct. Maar dat gebeurde bij elke vrouw in heel België, in alle landen waar dat de Russers gezeten hebben. Alle vrouwen die gehuld hadden met de Duitsers werden kaal geschoren. Dus eigenlijk, ik denk, allez, u zou het maar in horen, mijn vader en zijn vader hadden een zeer slechte relatie met elkaar. Mijn grootvader zou iemand geweest zijn die heel populair en vlot kon zijn in gezelschap, maar thuis was zijn stemming wel een beetje anders. Dan vermoed ik dat er sombere en andere stemmingen eigenlijk over hem kwamen. Ik heb dus mijn vader wel heel vaak negatief horen spreken over zijn vader, ook omdat mijn vader eigenlijk de zaak heeft kapot laten gaan. Mijn grootvader bedoel ik, waar mijn vader van zijn 18 jaar eigenlijk heel veel gewerkt heeft. Mijn vader was dan 50 jaar, bij ons werd het zesde kind geboren. Dat had eigenlijk heel grote gevolgen voor ons gezin. Eigenlijk die gevolgen, ja, enkele generaties later ook nog de gevolgen hadden. Wat dat ik ook vermoed, dat een oorzaak was van de problemen tussen mijn vader en zijn vader, was dat
ik denk dus, de oorlog was 1418, dat hij dus al enkele jaren oud was, mijn vader, vooraleer hij zijn vader zag. Dus die eerste levensjaren, die zeer belangrijk zijn voor iemand, ik denk dat de binding, dat ook een probleem nagelaten heeft voor de binding tussen vader en zoon. Het laatste levensjaar van mijn vader is de eerste keer dat ik mijn vader op een andere manier hoorde spreken over zijn vader. En dat hij zei van, ja, ik ben er zeker van dat mijn vader, dus P, Richard Senior, dat hij iets, hij formuleerde het zo, hij heeft er iets aan overgehouden aan het vechten in de loopgraven. Nu weten we allemaal reeds uit films, uit verhalen, dat inderdaad de toestand in de loopgraven, dat vreselijk was. Dat waren man aan man gevechten, de bajonettes, je kameraden werden eigenlijk afgeslacht naast je, modder, ratten, slijk. Dus ik denk inderdaad dat mijn grootvader daar heel erge dingen meegemaakt heeft en dat eigenlijk, ja, bijna als een posttraumatisch stresssyndroom eigenlijk, de relatie in zijn gezin, en zeker naar mijn vader toe, die de enigste zoon was, dat enorm bemoeilijkt heeft. Dus eigenlijk beseffen we niet altijd welke gevolgen, ook naar later generaties, een oorlog kan hebben. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Dat is super. Opa vertelde hem op. Allee, hoe vertelt dat? Moet ik vertellen dat hem ook van opa? Je drinkt een beetje wijn. Moet ik hem vertellen dat hem ook van ja. Opa? Nee, dat kon hij niet in de. Maar jawel. Nee. Een mop dat opa vroeger vertelde. Een Oostense okay. Mop. Je moet een Oostense mop. Oké. Okay. Er waren ook veel met de Duitsers aan lachen. En onder andere is er zo'n mop. Van een troep Duitse soldaten die marcheerden door Oostende langs de kaai. En ze stopt op de hoogte van de vismarkt. En de officier roept, Achtung! En de Duitser stopt. En opeens, vanuit de vismarkt, komt er daar een viswijf. En met een plateau, maar 8 tongetjes. En de Duitser, oké, okay, ja. Hoe komt dat mens hier doen? Verstond er hem niet aan. Misschien dat ik kan.